Goedemorgen, meisjes en jongens, dames en heren. Welkom bij deze uitzending. Vandaag zenden we alle 5 programma's uit van de serie Typisch Iets Voor Jou. En deze serie is bedoeld om leerlingen te helpen en stimuleren bij het kiezen van een vakkenpakket of een richting. Het is bestemd voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dag, heb jij enig idee wat je straks worden wil? Ja, ik denk motorontwerpster zou ik wel graag willen worden. Doe je dat ook al een beetje in je vrije tijd? Een beetje tekenen en zo. Daar hou ik van. Heb jij nu je vakkenpakket al een beetje afgestemd op datgene wat je later worden wilt? Zo een beetje, ja. Noem maar welke? Nou, als je doen wil, graag. Wiskunde, economie, Frans, tekenen wil ik houden. Dat zijn allemaal vakken die je straks nodig hebt als je de mode in wil. Ja, zoiets ja. Nou, ik wou in de horeca. De kok of kelner, vind ik wel leuk. En heb jij je vakkenpakket een beetje op afgestemd? Ja, best wel. Ja. Welke vakken heb jij gekozen? Duits, wiskunde, scheikunde, dat laat ik vallen, dat is een groot vak. Ja, dat soort vakken. Kan je in ieder geval Duitse kookboeken lezen? Wat voor vakken heb ik? Ik heb kantoortijd, type en aardrijkskunde gekozen. Met die Nederlands en Engels natuurlijk. Dat krijg je zo. En denk je, stel nou dat je kapperster wil worden later, dat je daar wat aan hebt? Ik moet alleen Nederlands en Engels op BC hebben. Dus op C niveau, dan is het goed. Ik weet nog niet, misschien een boutiqueje beginnen of zo. Wat stel je je voor bij een boutiqueje? Gewoon gezellig met mensen en leuke kleding. Wat denk je dat je daarvoor moet kunnen? Ik heb economie gekozen. Ik denk dat je dat wel goed nodig hebt voor. Je moet de prijzen goed kunnen stellen. Ja, daarom. Je moet ook een beetje met mensen kunnen omgaan natuurlijk. Trek je dat? Ja, wel lijkt me wel gezellig. Lijkt me leuk. Ik wil vertegenwoordiger worden. Weet je heel zeker? Ja, ik heb een kennis en die is het. En die heeft een mooie baan. En dat wil ik ook wel gaan doen. Wat stel je je voor bij dat vak? Niet met afwasborstels of zo langs de deuren gaan. Maar contracten tekenen met belangrijke bedrijven. Met vertegenwoordigers van die bedrijven uit eten gaan. En ondertussen contracten tekenen en zo. Ja, dat is wel van lekker eten. Ja, ja. Heb jij je vakkenpakket nou afgestemd op vertegenwoordiger worden? Ja, ik heb handel en economie erin zitten. En dat heb je daar wel bij nodig. Ik wil graag de medische kant op in het ziekenhuis. En ik ben, ik weet niet, ik vind het gewoon leuk. Ik wou eerst kinderpolitie worden, maar toen had ik wiskunde voor nodig en stond ik niet zo goed voor. En dus heb ik het laten vallen. Dus ik denk van deze kant maar. Wat stel je je nou voor bij dat vak wat je later wil gaan doen, behalve dat je het leuk vindt? Je komt in het ziekenhuis en je kan nog hogerop en zo. Kijk, ik wil niet op één lengte blijven zitten. Ik wil graag doorleren, bijvoorbeeld voor een doel dat je hogerop kan. En dat kan je daar ook. Je kan alle richtingen op. En je zit in het ziekenhuis, je komt met allerlei mensen in contact en zo. Nou, dat lijkt me wel gezellig. Ja. Dag, dit programma heet Typisch Iets Voor Jou. Ik sta hier op het Calland Lyceum in Amsterdam en heel veel leerlingen moeten binnenkort een pakket van vakken samenstellen. Dat pakket van vakken bepaalt tot op vrij grote hoogte wat je later worden kunt. Want stel nou dat je over een paar jaar besluit om boswachter te willen worden, is het toch leuk als je biologie je vakkenpakket hebt. Nou is het niet de bedoeling dat je nu al kiest wat je later worden wilt. Maar wat wij willen is eigenlijk jou duidelijk maken waar je interesses liggen. Daar hebben we iets slims voor bedacht. We hebben een aantal tekeningen samengesteld. En ik zal even een voorbeeldje geven. Dit is een tekening van parachutespringen. Stel nou dat je dat leuk vindt. Dat je denkt van, ja, parachutespringen, dat vind ik aardig. Dat trekt mij wel. Dan vul je ja in. Als je denkt, nou, parachutespringen, dat is helemaal niks voor mij. Ik heb hoogtevrees.
dan vul je nee in. Aan de hand van die tekeningen kun je straks nagaan waar je interesses liggen, waar je belangstelling ligt, kortom, in welke richting je je vakkenpakket zou moeten samenstellen. Nou, wat dat parachutespringen betreft, ik heb hoogtevrees. Eerlijk gezegd durf ik niet hoger dan de aardbeien, maar het lijkt me wel leuk om te doen. Dus dan moet ik even proberen dit ding eraf te halen en dat werkt zoals altijd zeer onpraktisch. Ik vul ja in. Nogmaals, het is niet de bedoeling dat je bij de tekeningen invult wat je kunt, maar wat je leuk zou vinden om te doen. En ik kan niet parachutespringen, maar het lijkt me ontzettend leuk om te doen. Een huis beveiligen. Honden trimmen. Pakjes bezorgen. Een klussencursus bekijken. Badkamers installeren. Op een schip werken. Fotowerk in opdracht uitvoeren. Voor een party service werken. Vogelhuisjes timmeren. Diamanten bewerken. Bloemen kweken. Watersporten. Bloeddruk meten. Het geheugen van ouderen onderzoeken. Leren schaken. Kruiswoordpuzzels bedenken. Prijzen vergelijken. Psychologische testen maken. Het weer voorspellen. Milieuvervuiling opsporen.
nagaan hoe medicijnen uitwerken. Een taal analyseren. Voedsel onderzoeken. Een lesprogramma schrijven. Klachten behandelen. Privéchauffeur zijn. Een EHBO-cursus volgen. In een arm land werken. Ouders adviseren. Bij de kindertelefoon werken. Voorlichting geven over roken. Een lezing geven. Sollicitanten interviewen. Verdachte verdedigen. Mensen op reis begeleiden. Kelner zijn. Gwen, heb jij al enig idee wat jij later worden wilt? Nou, ik denk iets van een verzorgend beroep, maar ik weet het nog niet zeker. Heb je ook leuke hobby's? Nou, niet echt, nee. Heb je dan je vakkenpakket een beetje afgestemd op datgene wat je misschien later wordt? Ja, dat wel. Ik heb gekozen voor het LHNO. Dus... Weet je al wat je worden wil? Rijk of zo. Nee, ik ga grafisch MTS doen. En voor de rest weet ik nog niet wat ik worden wil. Je weet het dus ongeveer? Ja, heel ongeveer. En wat zijn je hobby's? Ja, ik heb eerlijk gezegd geen hobby's. Ja, uitgaan vind ik wel tof. Ja, dan moet je toch later met je werk doen. Heb jij je vakkenpakket op school een beetje afgestemd of wat je later wil gaan doen? Nee, ik heb een pretpakket. Want ik had eerst wiskunde, maar dat heb ik laten vallen omdat ik er geen zin in heb. Ik heb zo'n ruim mogelijk pakket genomen, zodat ik alle kanten uit kan. En ik niet precies weet wat ik wil worden hierna. Dus heb ik gewoon scheikunde en economie en zo, dat ik van alle kanten uit kan. Architect of zo, dus technisch tekenen of zoiets. Of iets met muziek, ben ik ook in bezig. Maar voor de rest moet ik nog afwachten. Stel dat je wat in de techniek wil worden, hè? Ja. Wat stel je bij zo'n soort vak voor? Dingen ontwerpen of zo, machines of zo, zoiets. Nou, gewoon lekker werken. En wat trek je daarin aan? Zelf uitvinden van dingen of zo. Ik wil stewardess of hostess worden. Wat stel je je voor bij dat vak? Nou, je gaat met mensen om, je reist veel. Ja, je gaat met mensen om. Dat zijn dingen die je leuk vindt?
Wat vind je leuk om in je vrije tijd te doen? Uitgaan, vakantie, lekker zon en zo. Dat soort dingen. Nou heb je net een vakkenpakket moeten kiezen. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb veel talen genomen, aardrijkskunde, allemaal wat ermee te maken heeft. Ja. Met stewardess? Ja, en hostess. Een beroep waarin ik gewoon wel een beetje verder kan komen, waar ik ook gewoon plezier in heb. Denk iets in de economische kant, misschien bij de Belastingdienst of zoiets. Heb jij enig idee wat voor soort werk dat is? Heb je daar een zekere fantasie bij? Ja, die bezig zijn met financiën van bedrijven en van particulieren. Gewoon een beetje bezig zijn met de economie. Tellen, rekenen en zwartwerkers betrappen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Sales marketing director. Dat weet je echt al heel precies. Ja, nou, ik heb heel veel informatie op dat gebied nagekeken. En dat lijkt me wel heel erg leuk. Wat houdt dat vak in? Ja, het beleid uitstippelen van een bedrijf. De economische kant is ook de financiën, wat Dennis net zei. Ja, wat voor producten, op welke groep mensen je het afstemt. Je zit hier op dat Calland Lyceum. Ja? Heb je enig idee wat je later worden wil? Nou, nu nog niet. Ik bedoel, ik zie wel later na mijn school. Nou heb je wel, en dat kun je dus niet laten zien, je vakkenpakket moeten samenstellen. Hoe heb je dat gedaan dan? Nou, gewoon vakken die ik wel een beetje interessant vond of zo. Ik heb gewoon genomen. En ik zie wel later wat ik meedoe. We gaan weer verder met de tekeningen. Dat betekent, bij elke tekening die jij ziet, moet je ja of nee invullen. En nogmaals, begrijp dat goed. Als je een tekening ziet, gaat het er niet om of je dat wat er op die tekening staat kunt, maar of je het zou willen doen, of je het leuk vindt, of het bij jou past, of het typisch iets voor jou is. Werken bij de burgerlijke stand. Contracten opstellen. Een archief moderniseren. Zakgeld berekenen. In een laboratorium werken. Bij een bank werken. Producten controleren. Thuiswerk op de computer doen. Octrooi aanvragen voor merknamen. Voorraden bijhouden. Administratie van de sportclub verzorgen. Bij een bekende firma werken. Journaalnieuws selecteren. Opstelling maken. Een verkoopbeurs organiseren. Een inzamelingsactie opzetten.
winkel werken. Leiding geven in een bedrijf. Bootreizen organiseren. Rondleidingen geven. Directeur zijn. Computers verkopen. Reclames bedenken. Een verkoopcursus volgen. De hoofdrol spelen. Docent textiel zijn. Een videocursus volgen. Elke avond optreden. Tekenen in opdracht. Japanse tuinen ontwerpen. Etalages inrichten. Muziek componeren. In een museum rondleiden. Recepten uitproberen. Ontwerpen met de computer. Een filmkritiek schrijven. Jullie hebben 6 pagina's gezien met elk 12 tekeningen. Laten we ons even beperken tot de eerste pagina. Die ging over praktisch werk. Je hebt 12 keer ja of nee in kunnen vullen. En laten we ons even voorstellen dat je 8 keer ja hebt ingevuld. Dan betekent dat dat jouw belangstelling uitgaat naar praktisch werk. De andere pagina's die gingen over theoretisch werk, contactueel werk, systematisch werk, organisatorisch werk en tenslotte over artistiek werk. Het kan best dat je op meer pagina's vaker ja dan nee hebt ingevuld. Dan betekent dat, gefeliciteerd dus, dat je meerdere belangstellingen hebt. En daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Dat betekent alleen maar dat je een ruimere keuze hebt voor datgene wat je later eventueel zou kunnen worden. De volgende keer willen we ingaan op 2 soorten beroepen, de praktische
en de theoretische. Dus wel kijken volgende keer, want je kunt er je voordeel mee doen. Tot ziens.